Waarom Oostenrijk? Ik vrees dat het bij mij begonnen is, als klein manneke van 7 jaar al, toen ik met mijn oma naar Oostenrijk mocht. Er is nog een beroemde brief later uitgekomen waarin mijn oma mij gevraagd heeft, wil je nog niet naar huis? En waarin ik geantwoord heb, ik wil hier nooit meer weg. In onze serie In de Bergen op zoek naar bezoeken we dit seizoen Nederlandse locals in Oostenrijk. We lopen een aantal dagen mee met landgenoten die gekozen hebben voor een nieuw leven in de Oostenrijkse bergen. In deze winteraflevering zijn we bij Chris en Ingrid die in de buurt van Reutte in Tirol een bijzondere lodge runnen. Daarnaast zijn ze actief in de bergen en hebben ze enkele, zoals ze het zelf noemen, betaalde hobby's. Waarom hebben wij gekozen voor Oostenrijk? Nou, vooral vanwege de rust en de ruimte. En daarnaast ervaar je natuurlijk hier alle vier de seizoenen op een geweldige manier, anders dan in Nederland. Ik word vooral heel blij van de rust die ik hier ervaar. Je gaat de deur uit en je zit meteen in de natuur. Ja, dat ervaar ik als enorm prettig. Wat mij aanspreekt is natuurlijk die rust en die ruimte, maar die ervaar ik niet alleen in de natuur, als ik er alleen op uittrek, maar ook in de omgang met mensen. Iedereen groet elkaar hier als je elkaar tegenkomt, ook de kleine kinderen groeten hier al uit eigen beweging. De hoffelijkheid als je op de straat uit een zijweg komt, gaat hij maar voor. Dat is ook een manier van rust die ik in Nederland begon te missen en die ik hier weer hervonden heb. Wij hebben in 2017 de bouwvalloos gekocht, waar wij 3 appartementen, ferienwoningen, verhuren. Dat doen wij samen. Plus natuurlijk de gasten ontvangen en de gasten in de bad te leggen, wat wij heel erg leuk vinden. Ja. Dus daar gaat een groot gedeelte van de week qua tijd in zitten. Want het zijn dan weliswaar maar 3 woningen, maar we doen wel alles zelf. Dus daar gaat heel veel tijd zitten in het schoonmaken. We zijn nogal van de details, dus dat kost veel tijd. Het ziet er allemaal heel gezellig uit, maar ja, er staan veel spullen, dus dat betekent ook veel schoonmaken. Nou, wij doen leuke persoonlijke dingen voor onze gasten. We zorgen eigenlijk dagelijks voor een kleine verrassing en dat kan zijn in de vorm van eigen gebakken brownies voor de deur. Eén keer in de week organiseren we een kampvuur met marshmallows. In de winter organiseren we een wijnproeverijtje in onze stoepen met een lekkere kaasplank erbij. Dus zo proberen we eigenlijk elke dag onze gasten te verwennen. Die bouwenlodge van ons die is klein maar fijn. We hebben hem ook heel graag bewust zo klein gehouden, omdat ik daarnaast ook nog een aantal passies heb. Vanaf mijn diepe jeugd die te maken hebben met buiten zijn, met bergen. En ik wilde als kind al berggids worden. Daar ben ik nu te oud voor, maar ik ben wel gediplomeerd bergwandelgids geworden, 5 jaar geleden. En in die hoedanigheid maak ik tochten met huisgasten, desgewenst dagtochten meestal. Maar ook huttentochten van 3, 4, soms 5 dagen. Dus dat is mijn grootste betaalde hobby. En daarnaast, wat ik nooit verwacht had dat er ooit nog van zou komen, is dat ik als opa ook nog als skileraar aan de gang ben gegaan. En in de coronatijd mijn diploma daarvoor gehaald heb. En nu daardoor in de winter heel vaak op de pistes met veel plezier aan het lesgeven ben. Hallo, kijk eens. Goedemorgen. Hallo. Welkom. Het is een mooi skigebied. Ja. We gaan naar de gang vandaag. Nee. Ik kwam erbij omdat de eigenaar van de skischool, die we inmiddels goed hadden leren kennen, mij op een blauwe maandag vroeg van heb je geen zin om mij skiles te geven. Toen heb ik keihard gelachen, omdat ik mezelf helemaal geen goede skier vind, hooguit middelmatig. Maar toen dacht ik van ja, ik ben wel volgens mij goed in coaching en in groepsgevoel en dynamiek enzovoort. En daarmee heb je veel meer te bieden dan alleen maar goed skiën.
En toen dacht ik, nou, ik ga het misschien toch een keer proberen. En het is wonderlijk wel gelukt. En dit dan. Ik geef skiles aan kinderen van 5 jaar tot mensen van 60. In groepjes of privé. En iedere groep is anders wat dat betreft. Hè. Kinderen reageren anders dan volwassenen. Moet je op andere manier lesgeven ook. Andere oefeningen, anders mee omgaan in de communicatie. En iedere keer na afloop, als ze dan 3, 4 of 5 dagen samen hebben opgetrokken. En je ziet hoe ze enorm gegroeid zijn. Technisch, maar ook in hun zelfvertrouwen enzovoort. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen juist. Dan is dat een heerlijk gevoel. En dan sluiten we heel vaak af met of high fives of knuffels. Dat mensen zo blij zijn dat ze ja, aan het eind van de week zo kunnen genieten van de bergen. Zoveel meer dan aan het begin van de week. Hadden ze nooit verwacht en toch gekregen. Genieten van de bergen, dat doet Chris zelf ook. Ik sta zelf ook regelmatig op de piste. Daar moeten we altijd de gaatjes voor vinden. Ons werk betekent dat we ongeveer 40 uur in de week bezig zijn, maar dat wel verdeeld over 7 dagen. Dus ik heb her en der hebben we wel gaatjes ertussen. Dus als ik die kan vinden, dan knijp ik hem af en toe snel ertussenuit. En dan ga ik 1 of 2 uur snel even de berg bij ons op en af raggen, zeg ik altijd, voordat het werk weer afvalt wordt. Ja, daarnaast heb ik eigenlijk net als Chris ook een betaalde hobby. Ik hou heel erg van interieur en ik merk ook dat gasten heel vaak aan mij vragen waar kan ik dit kopen, waar kan ik dat kopen. God, kun je eens met me meedenken over bepaalde kleuren. En ik vind het heel leuk om daar wat extra tijd nog in te steken. Naast de betaalde hobby's zijn er tal van winteractiviteiten waarvoor Chris en Ingrid graag de deur uitgaan. Bij ons in het dorp kun je nog zoveel leuke andere dingen doen. Sneeuwschoen wandelen, ja. Dat vinden we ook heel erg leuk om samen te doen. Ja. Dat doet Chris ook als bergwandelgids. Mm-hmm. Dus hij weet altijd verrassende plekjes te vinden waar ik misschien normaal in mijn eentje niet zou komen. Dus dat is wel heel erg leuk om samen te doen. Elke week wordt er een fakkelwandeling georganiseerd. Dat doen ze dan in de avond met de plaatselijke bergwandelgids. Die neemt dan fakkels mee en dan is het gewoon super leuk om in het donker, vooral ook met kinderen, met een brandende fakkel in je hand een tocht door de sneeuw te maken. En dat maakt wel de beleving in de winter compleet. Misschien overdag lekker skiën of sneeuwschoen wandelen en dan 's avonds nog een fakkelwandeling met een gluwandje erbij. Ja, hoe leuk kun je het hebben in de winter? Hoe leuk het ook is, het liefst ondernemen Chris en Ingrid iets met dochter Jente, maar daarvoor is de tijd tegenwoordig helaas schaars. Ons gezinnetje bestaat uit Chris en mij en onze dochter Jente van net 15. Die is er niet bij, jammer genoeg. En dat komt omdat zij sinds afgelopen zomer in Iemst, een uurtje hier vandaan, op internaat zit. We hebben afgesproken van tevoren toen ze naar het internaat ging, dat we ieder weekend wel een quality time moment proberen te creëren met z'n drieën. Oftewel inderdaad thuis of op de piste of wandelend of nu met het schaatsen in Ruiten. En dat is voor Jente ook een heel mooie plek waar ze haar vrienden ook weer tegenkomt. Dat is zo'n ontmoetingsplek. En dan heeft ze de beste boot met ons en met haar vrienden ook. Als echte Limburgers stroomt het Bourgondische bloed door de aderen van Chris en Ingrid. En dus hoort daar ook een lekker hapje eten bij. Wij gaan niet heel vaak uit eten, maar als we gaan, dan gaan we graag bij ons in Heuven. Dat is onze buurman en buurvrouw. En die hebben een heel fijn restaurant. Ook net wat verfijnder eten dan we normaal gewend zijn in de Oostenrijkse restaurants. En waar wij enorm van houden, ze hebben daar een bepaald soort pasta. Die maken ze aan tafel klaar in een uitgeholde Parmezaanse kaas. Ja, dat is wel een feestje op je bord als je dat kan eten. En wat ik eraan toe wilde voegen is, Oostenrijk hecht ook heel erg waarde aan biologisch. Staat op nummer 1 qua biologische producten van heel Europa. En op regionaliteit.
En wat je bij zo'n restaurant ziet is dat ze heel veel regionale producten hebben van boeren uit de buurt, vlees enzovoort. En ook elkaar wat gunnen. Dus vandaar dat we ook graag bij onze buurmannen gaan eten in plaats van ergens verder weg. En ook voor hun lievelingsplek hoeven Chris en Ingrid niet ver van huis. Wij vinden dat een schitterende plek bij de Hangbrug in Voorgach. Voor ons komt daar heel veel samen. Daar stroomt de Leg. Daar heb je uitzicht op de bergen. Het hele Legdal is zo een puur natuurgebied, heel dun bevolkt. Dus er is nog enorm veel echt ongerepte natuur. Waar wandelen, fietsen, raften, klimmen allemaal nog kan zoals het eigenlijk ooit bedoeld is en zoals je daar optimaal van geniet. Zo ongerept, en dat is waar wij heel erg van houden, ja. Die echte ongerepte natuur, waar ook heel weinig ontsierende dingen te zien zijn. Ja. Daar zit je echt zo midden in de natuur. Om te testen of onze landgenoten helemaal op hun plek zijn in Oostenrijk, hebben we nog één laatste vraag. Zouden jullie teruggaan naar Nederland voor 1 miljoen? Wij gaan op dit moment en ook de komende jaren zeker niet terug voor 1 miljoen. Voor geen goud? Nee, voor geen goud. Maar zeg nooit nooit. Je weet niet wat de toekomst brengt. En we weten natuurlijk ook niet waar onze dochter gaat neerstrijken. Misschien als we ooit een keer achter een rollator terechtkomen of zo, dat het een ander verhaal wordt. Maar zolang als we van de natuur kunnen genieten en daar aanwezig kunnen zijn. En zeg nou zelf, uitzicht, meer waard dan 1 miljoen toch?